Het is internationale Coming Out Week. Wethouder Grete Visser van Nijmegen hing daarom maandag een enorme regenboogvlag aan de Stevenstoren. Die vlag staat voor een heleboel. Ja, dit is een vlag met alle kleuren van de regenboog. En die staat voor alle groepen mensen die van andere mensen houden. En dan vat ik het heel kort samen. Het staat ook voor mensen die misschien geboren zijn in een lichaam van een vrouw en man zijn. En andersom. Het is een hele diverse vlag. Tegenwoordig zit er nog een extra driehoek in de vlag. Nog meer mensen die daar ook inclusief in de vlag samenkomen. Volgens de wethouder is het nog steeds belangrijk om aandacht te hebben voor dit onderwerp. Ja, ik zou altijd willen dat het niet nodig was. Ik vind het ook eigenlijk heel gek, want als je vrouw bent en je bent verliefd op een man, dan hoef je thuis niks te vertellen van, oh nou, er is nou toch iets aan de hand, gaan jullie even zitten. Maar helaas is het nog steeds nodig en ik zou echt willen dat het niet zo was. 1 op de 5 LHBTI plus, zeg ik maar even, zus, dus de mensen die of homo zijn of lesbisch of trans of interseksueel of biseksueel. Nou, en dan vergeet ik dus al die andere letters, maar al die mensen hebben nog wel eens te maken met bedreigingen, met pesten. En ik hoorde vanmorgen op de radio dat het geweld wat je tegen kan komen, dat dat ook steeds heftiger wordt, dat het steeds gewelddadiger wordt. En daarom denk ik, het is nog steeds nodig. En om ook aan te geven dat er deze week extra veel activiteiten zijn. Net waren hier alle kindertjes van de Petrus Canisius School. Die zijn nu met z'n allen naar Lux om te praten over, goh, jij bent meisje, ben je wel eens verliefd op een meisje? Of hey, voel jij je als jongetje helemaal goed als je in een rokje loopt? Kan dat dan? En moeten jullie daar dan om lachen? En door dat gesprek met elkaar te voeren op alle plekken in Nijmegen en in Nederland en internationaal. Dat helpt denk ik heel erg om het normaal te maken. Inmiddels is er ook een nieuwe versie van de regenboogvlag met nog meer kleuren die staan voor nog meer groepen mensen. Misschien hangt die nieuwe vlag volgend jaar wel aan de Stevenstoren. Ik ben altijd voor progressie, misschien is het tijd om deze vlag te updaten. Ik zie dat die steeds meer gebruikt wordt en ik ga zo meteen naar mijn team toe en ik ga het dus in de groep gooien.